10 uur rennen. Want er is echt genoeg. Niet wegrennen. Het is als volgt. Om 10 over worden jullie verwacht in de workshopruimtes. En ik heb even een blaadje meegenomen, want dit is dan belangrijk. Workshop 1. De strijd tegen antiracisme, anti-zwart racisme, is in 09. Ze zijn allemaal beneden trouwens. Workshop 2. Het kruispunt tussen verschillende ongelijkheden, seksisme bezien vanuit intersectioneel feminisme, dat is in workshopruimte 03. Workshop 3 is islamofobie in Nederland is een feit, hoe nu verder, dat is in de ruimte 0.2. Workshop 4, discriminatie in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, dat is in ruimte 0.1. Dus workshop 1 is in ruimte 0.9. Workshop 2 is in ruimte 0.3. Workshop 3 is in ruimte 0.2. En workshop 4 is in ruimte 0.1. Nou, voor zover mijn wiskunde. Ik wens jullie allemaal... gediscrimineerd wordt. Zijn het wel de mensen die minder valide zijn, of gehandicapt zijn, of nou ja, ergens volgens een ander een beperking hebben. Dus ik wil graag echt een hartelijk applaus voor niemand minder dan Carol. Ben ik te verstaan? Ja. Nou, goedemiddag. Nou, zie dit allemaal maar te toppen, wat er allemaal gezegd is. Ik ga heel erg mijn best doen en ik hoop dat u het volhoudt, want u heeft natuurlijk al heel veel aangehoord. In ieder geval, mijn naam is Carol Sastro, ik ben voorzitter van het platform Gehandicapten in Zuidoost, afgekort RegioZo. Wij strijden voor goede toegankelijkheid, goede zorg en goede bejegening. Het VN-verdrag voor gelijke kansen voor personen met een handicap, dat is ons wapen. Sorry, gezien de tijd ga ik geen vragen beantwoorden tijdens mijn gesprek met u. U mag natuurlijk vragen sparen en we kunnen het daarna doen, maar ook ik zit even onder druk. Verspreid over Amsterdam, in alle stadsdelen zijn er ook andere belangengroepen die zich bezighouden met het werk waar ik ook mee bezig ben. Ik hoor net van mijn collega, behalve in Nu-West, dus het wordt tijd dat er waarschijnlijk ook een belangengroep hier opgericht zou kunnen worden. Maar je hebt ook een koepelorgaan in Amsterdam, het Cliëntenbelang Amsterdam. Je hebt ook een landelijk orgaan, iedereen. En verder heb je heel veel groepen die zich met deze onderwerpen bezighouden. Typ maar onbeperkt in op Facebook en dan komt een hele waslijst tevoorschijn. Ik zelf volg Wheelchair-mafia, Rollers, Nederland Toegankelijker, Jan Troost, dat is een persoon. En we praten met de politiek op centraal niveau, op stadsdeelniveau, op lokaal niveau, met ondernemers en met bewoners. Natuurlijk allemaal gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid. Eigenlijk komt het erop neer dat wij zeggen, we willen niet gediscrimineerd worden. Hier is eigenlijk een heel goed voorbeeld. Ik moet hier blijven zitten. Niet dat ik het erg vind om hier te zitten, maar iedereen gaat het podium op, maar voor mij is die podium niet gemaakt. Natuurlijk is het niet slecht bedoeld van de organisatie en ook niet van de beheerders van dit gebouw. Het begint al bij het begin met ontwerpen of het willen verwezenlijken van iets waarin al bij aanvang geen rekening wordt gehouden met mensen met een beperking. Dit gezegd hebben, hoop ik dat de beheerder van dit gebouw daar voortaan over gaat nadenken. Ik had kunnen kiezen voor een workshop, maar dat heb ik niet gedaan, want dan had ik maar een paar mensen van u kunnen spreken. Ik heb gekozen om de hele groep, voor de hele groep te zitten, want veel meer mensen in één klap. Waarom? Ik weet niet of er hier genoeg mensen zitten die ervaren hoe het is om een handicap of een beperking te hebben, maar totdat je het zelf ervaart, of je dierbaren, lesbische, homo's, hetero's, transgenders, kinderen, jongeren, ouderen, kleine mensen, grote mensen, dunne mensen, dikke mensen, witte mensen, zwarte mensen, je broertje, je zusje, je nichtje of je neefje, je vader, je moeder, tante, oma, opa, dat kan iedereen overkomen. Alle soorten maten mensen dus. Totdat je
door een handicap wordt uitgesloten. Wanneer iemand voor jou gaat beslissen wanneer je moet plassen of poepen. Wanneer je de urine langs je benen voelt lopen. Totdat weet je het gewoon niet beter. 14 juli 2016 is het VN-verdrag voor gelijke kansen voor personen met een handicap officieel wet geworden. En dat heeft 10 jaar geduurd voordat het VN-verdrag door Nederland is geratificeerd. En dat kwam ook alleen maar omdat er een Tweede Kamerlid in een rolstoel, Otwin van Dijk, een amendement heeft ingediend waardoor het ratificeren is zeg maar vlot getrokken. Natuurlijk had hij ook medestanders van andere partijen, maar hij is wel degene die het amendement daartoe heeft ingediend. Toen werden we ineens officieel burgers. Het was al een mensenrecht, maar we bleven gediscrimineerd worden. En gelukkig hopen we dat door de huidige wet alles wat beter geregeld zal worden. Eigenlijk waren we voor die tijd vogelvrij, want niemand hield rekening met ons. We hebben het hier over 2 miljoen burgers in Nederland. Dat is misschien goed voor de politieke partij om daar iets meer rekening mee te houden, want wie weet hoeveel stemmen daar tussen zitten. PvdA, D66 en GroenLinks hebben het initiatief genomen om gehandicapten en homo's ook in artikel 1 op te nemen. ChristenUnie, SP en CDA die zijn ook voor. VVD is tegen. En de PVV wil artikel 1 afschaffen. Nou, dan weten we al. Het is gewoon even kort informatie. Weet u dat in de oorlog gehandicapten altijd slachtoffers zijn, altijd de zwakste groep, altijd degene die het onderspit delven. In de Tweede Wereldoorlog werd er zelf eerst geëxperimenteerd op hen, het gas waarmee Joden werden vermoord, werd eerst op hen geëxperimenteerd. Er waren zelfs speciale centra en daaraan vast crematoria. En je kan wel raden natuurlijk wie er in de crematoria terechtkwamen. Denk ook maar aan de burgeroorlog in Sierra Leone, waar mensen doelbewust ledematen van werden afgehakt, zodat ze niet tegen de vijand konden strijden. Nou, oorlogen brengen altijd gehandicapten met zich mee. En dan wil ik nu mijn beelden met u delen. We zijn nog niet zo ver, dus ik bedank u nog niet voor de aandacht. Even het geluid wat harder zetten. Ik mag denk ik wel stellen dat wij in Zuidoost de meest diverse groep zijn van gehandicapten met een migrantenafkomst die aan belangenbehartiging doet. We hebben er zelfs een prijs mee gewonnen. U zag daar zo net een foto van. De persoon die u nu ziet, dat is Jan Troost. Dat is een van de voorvechters, de oudste voorvechters, die heeft gestreden, samen met anderen natuurlijk, maar ik licht hem er even uit op, want ja, hij is voor mij toch wel het gezicht, het eerste gezicht daarvan, die gestreden heeft om het VN-verdrag tot wet te maken. Ja, het is jammer dat het geluid zacht is. Ja, je mag hem op de PCR dus zetten, nu weer inschuiven. Nee, in beeld. Ja, die. Ja, die. Dit is Maureen van de Plicht. Maureen nam op een dag via Facebook contact met mij op of ik me wilde aansluiten bij het comité 21 maart om de discriminatie van gehandicapten op de kaart te zetten. Nou, dat heb ik gedaan. En een paar vergaderingen later, zijn wij dus gejoind met het comité. U ziet hier het embleem van de rolstoel erbij. Nou, dat is er ook pas bijgekomen toen wij mee gingen doen met het comité 21 maart. Natuurlijk een goede ontwikkeling. Maar het is dus wel zo, pas als wij van ons laten horen of pas als wij zichtbaar zijn of zichtbaar meedoen ergens aan, pas dan worden mensen bewust van onze, ja, dat wij ook bestaan en dat wij ook
gewoon willen deelnemen aan de samenleving. We hebben toen samen met het comité een bijeenkomst georganiseerd in de Stoperaad. Dat deden wij samen met Stichting Onze Hoop. Dat is een stichting voor migranten met een handicap. U zag ze met de voorzitter van de stichting, dat is Ahmed El Mesri. Hij is volgens mij niet aanwezig. In ieder geval heeft hij ook actief meegeholpen om die bijeenkomst te organiseren. Maar ik moet ook zeggen, mede dankzij Erik van den Burg, onze wethouder zorg, was het mogelijk om een bijeenkomst te organiseren in de Stopra, in de Boekmanzaal. En ik ben gewoon een liberale wethouder, maar ik vind als je vrijheid creëert, dat is wat ik wil veel mogelijk, zoveel mogelijk mensen vrijheid creëren, dat betekent ook dat je barrières moet wegnemen die vrijheid beperken. Ik weet niet of jullie het gehoord hebben, maar de wethouder zei dat als je wil dat iedereen, vertaal het in mijn eigen woorden, als je wil dat iedereen in vrijheid deelneemt aan de samenleving, dan moet je ook de barrières wegnemen die die vrijheid belemmeren. Wij hebben toen de zaal ook, en daar heb ik bewust voor gekozen voor dit plaatje, we hebben de zaal ook volgens een, naar ons inzicht, een rolstoeltoegankelijke, rolstoelvriendelijke opstelling. U ziet het hier, de gewone stoelen en de rolstoelen zijn op een gelijkwaardige manier in een cirkel. Denk maar aan de cirkel van de ridders. Niemand is de baas. Hebben we de zaal ingedeeld. Ronde tafel. Op deze bijeenkomst waren erg veel collega's van mij die ook actief zijn in het veld, die zijn geweest en hebben allemaal een zegje gedaan en verteld op welke wijze zij zich gediscrimineerd voelen in de samenleving. Nou, en waar hadden we het allemaal over? Over hoe moeilijk het is om te kunnen meedoen, over hoe moeilijk het is om bijvoorbeeld stage te krijgen of om aan het werk te komen, hoe moeilijk het is om aan activiteiten deel te nemen, hoe moeilijk het is om onderwijs te volgen, om te reizen. Moeilijk, moeilijk, moeilijk. Alles moeilijk. Je, elke dag kan je wel meemaken dat je op verschillende momenten aanloopt tegen de belemmeringen van je beperking. En die belemmeringen, daar kies je niet voor. Dat is omdat de maatschappij zich zo heeft ingericht. Totaal ingesteld op mensen met een beperking. Als je het hebt over een gebouw bijvoorbeeld. Kijk, Sandy kan hier het gebouw niet in omdat er een hele hoge drempel is. Hier gaan wij richting een gebouw. Ik laat het even uitspelen. U ziet het, als die mevrouw haar niet geholpen heeft, zal ze eigenlijk niet binnen kunnen komen, want ze moet haar scootmobiel weer achteruit rijden, ja, en dan raakt ze weer uit de buurt van het gebouw. Ja, een trap, het spreekt voor zich. Dit pauzeer ik even, want ik wil hier even iets over vertellen. Dit is een ondernemer die wel heel erg zijn best heeft gedaan. Die heeft een helling aangelegd, zodat mensen met een beperking makkelijk binnen kunnen komen. Maar in dit geval is het de gemeente die hun tegenwerkt, want die zegt, u houdt zich niet aan de regels. U belemmert dat er daar een auto geparkeerd kan worden, dus die helling die moet weg. Aan de ene kant zegt de overheid dus, u bent verplicht als ondernemer om mee te werken aan goede toegankelijkheid voor gehandicapten. Aan de andere kant werken ze ook weer tegen. Dus ook dat klopt niet, daar zou de overheid ook wat mee kunnen doen. Ja, als een gebouw geen lift heeft en er sprake van verschillende etages, dan, ja, dan kan je als persoon met een beperking je niet verplaatsen in het gebouw, alleen begane grond, zeg maar. Dus het is ook heel belangrijk dat er een goede lift is. In dit geval ziet u hier, u kunt het misschien niet goed zien, maar ik pas niet in die lift. En ik was, op deze dag was ik uitgenodigd door André van S. voor een bijeenkomst over het nieuwe bestuurlijke stelsel.
Nou, een hele belangrijke bijeenkomst, want ik ben natuurlijk ook stembaar en ook mijn hele achterban, maar ik kwam niet bij de ruimte waar die bijeenkomst zou zijn. Wat heb ik gedaan? Helaas moest ik dat doen. Ik ben in de lift gezeten en ik heb de lift bezet. Vervolgens komt niemand naar die bijeenkomst. Soms moet je een beetje onaardig zijn. André van S was het met me eens. Ik heb het van tevoren met de organisatie opgenomen. Toen kon er niets meer aan veranderd worden. Nou, dus ik heb de lift bezet. André van S was het met me eens. Binnen een half uur was er een andere ruimte op de begane grond geregeld. Maar zo zou het natuurlijk niet moeten als je daar van tevoren goed over nadenkt. Als er geen goede invalide toilet is, mag ik aan u vragen, als u heel erg nodig moet en u kunt niet omdat er geen wc is, wat doet u dan? Niet allemaal tegelijkertijd, ik stel nu de vraag. Een boom uitzoeken. Nou, in ieder geval, het gaat erom dat u dan niet in het gebouw waar u bent, uw behoefte kunt doen. Als iemand met een beperking dat niet kan, dan is er ook weinig keus voor die persoon dan het alleen maar ter plekke te moeten doen. Want je zal maar nodig moeten. Nou, de meeste mensen met een beperking zijn, hoop ik, slim genoeg om natuurlijk toch nog daar rekening mee te houden. Maar het is wel zo handig als er ook een geschikte toilet is voor bijvoorbeeld rolstoelers, om gewoon naar de wc te kunnen. En als er een wc is, sta hem dan niet vol met allerlei troep. Want die wc heeft met een reden zo'n grotere formaat. De rolstoel heeft een grotere, heeft veel meer ruimte nodig om zich te bewegen. Er moet een draaicirkel gemaakt kunnen worden. Je moet bij de wasbak kunnen. En sommige mensen met een beperking hebben een begeleider die hun moet helpen. En die ruimte naast de pot, zeg maar, dat is bestemd voor die persoon. Kijk, in dit geval zie je dat daar een schoonmaakkar staat, waardoor hulp belemmerd wordt om de persoon met een beperking te helpen. Dus dat soort dingen zijn, ja, mensen denken er niet over na, maar het is echt heel belangrijk dat die toilet de grootte blijft behouden zoals die is. Want vaak is die sleutel gewoon niet te vinden, of vaak tref je een chagrijnige persoon achter de receptie, die is niet goed geïnstrueerd, gedoe, gedoe, gedoe. En jij kunt nu gewoon niet gewoon je behoefte doen zoals ieder ander. Assistentiehonden mogen niet geweigerd worden. Dat is inmiddels gewijzigd, dacht ik. Maar tot nu toe is het wel zo geweest dat mensen met een hulphond, de hulphond mag dan niet naar binnen of de taxichauffeur weigert ze. Maar je moet het zo zien. Die hulphond hoort bij die persoon. Die persoon is daarvan afhankelijk. En is eigenlijk kan niet zelfstandig functioneren als de hond niet in de buurt is van die persoon. Dus die hulphond moet je als één zien met die persoon. Die hulphond kan je niet weigeren, want dan weiger je eigenlijk die persoon. Dus je behandelt die persoon niet gelijk als anderen, want anderen mogen van jou wel naar binnen. En eigenlijk is dat ook wel weer discriminatie. De laatste dan. U zag zo net een meisje die voor de trein stond, maar ze kon de trein niet in omdat de instap veel te hoog was. En wat er in dit geval gebeurd is, de NS heeft geen rekening gehouden met mensen met een beperking, want de dienstregeling hebben ze gewijzigd. Er was eerst een sprinter waar ze zo naar binnen kon rijden en zo haar dingen zelfstandig kon doen. Plots wordt ze op een dag verrast omdat door de dienstregelingen een andere trein is ingezet en ze kon ineens niet meer thuiskomen. Je ziet hier, je zou het zo kunnen oplossen dat je iemand erin tilt, maar tillen is geen optie. Wij zijn geen zak met aardappelen. Wij zijn mensen en wij willen ook menswaardig behandeld worden. Als iedereen gewoon rekening houdt met ons, dan is er geen aparte behandeling meer nodig.
En voelen de mensen met een handicap zich niet gediscrimineerd en kunnen ze gelijk als anderen deelnemen aan de samenleving. Ik vind het echt heel jammer dat ik mijn verhaal niet kan afmaken, maar ik wil me wel aan de afspraak houden. Dus ik sluit het daar hierbij af, want ik heb veel meer te vertellen, maar dat heeft nog geen zin meer. Ik heb u wel een beetje moeite gegeven.